Nou, we zitten hier lekker in Turkije. Volgens mij in een omgeving die jullie wel behaagt. Ja, zeker. Ik hou sowieso heel erg van Turkije. En mijn zus, jij ook, hè? Ja, hier kun je wel aan wennen. Ja, wij zijn echt wel Turkije-fan eigenlijk, ja. Kunnen jullie iets vertellen over het hotel? Jullie kwamen binnen en jullie stonden bijna te stuiteren. Nou, wij kregen het gevoel. We moesten meteen aan Home Alone denken. En we gingen ook meteen roepen, Kevin! We pakten alle snoep en dingen. En die, ja, de baklava. Je kunt het gewoon niet opnoemen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Echt nee, niet. Ik heb echt heel veel hotels gehad in Turkije. Maar dit vind ik echt, het is echt gewoon het neusje van de zalm. Ja. Het is echt iets... Iets apart, ja. Je wordt zo heel koninklijk ontvangen en alles is goud en marmer en kristal. En ja, ik hou daar gewoon van. Het is gewoon en jij exclusive. Ook. Everything is exclusive. Gewoon... 24, 7 days a week. Ja, 24. 24 kitchen, 24 restaurant. Yes. Is het lekker om dit met je zus te doen? Je gaat lekker straks de spa in. Jullie hebben een goede band, heb ik wel gezien de afgelopen dagen. Ja, we doen sowieso thuis ook best wel veel samen, maar... Op vakantie is alweer eigenlijk, was best wel lang geleden eigenlijk dat ze samen weg waren geweest. Dus, ja, we hebben altijd wel lol. En dan hier helemaal. Als je gewoon overal gebruik van mag maken. Ja, we hebben ook echt gedaan. We hebben ook alles gebruikt dat we mochten gebruiken. Toch? Ja, zeker. Maar het was overal gewoon heel leuk om gewoon samen even weg te zijn. Ik bedoel, ja, thuis is altijd druk en hectisch en de kinderen zijn erbij. Mijn zus, de mannen, die moeten weer iets hebben. Of dan moeten we dit weer doen. Of dan komt er dat weer tussen. En nu is echt eventjes tijd voor onszelf. Nu heb jij best wel een zwaar jaar achter de rug. Faillissement, relatie uit, noem het allemaal maar op. De hele rattenplank kwam voorbij bij jou. Dan, is het dan lekker om dit soort dingen even te doen om de batterij op te laden? Of te resetten, of hoe je het ook wil noemen? Ja, kijk, resetten is een groot woord. Ik bedoel, ik denk als ik straks 10 jaar verder ben, dat ik er nog steeds aan denk. En dat het nog steeds gewoon niet leuk is. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk. In zo'n omgeving dan heb je wel weer nieuwe ideeën en dan heb je weer even tijd om na te denken. En ja, ik denk dat dan na zo'n heftig jaar, want vorig jaar hebben we toch best wel een heel heftig jaar gehad, dat wel belangrijk is. Je geniet er wel extra van. Dat idee heb ik wel. Ja, ja, zeker. Ik ben normaal al een aantal jaar niet meer op vakantie geweest. Het was altijd maar werken, werken, werken. Maar sowieso ook door de dood van onze opa en oma. Sta ik sowieso heel anders in het leven en geniet ik sowieso meer van alle dingen die ik meemaak en die ik doe en die we samen mogen doen. En ja, je geniet gewoon meer. Ik vind het ook wel fijn, de telefoontjes die we nu niet krijgen, weet je wel. Van is toch niet, dat je altijd iets met de winkel of hebben we nog een bestelling, we hebben nog dit, we hebben nog of dat. Of dit is kapot, of dat is kapot, of die is ziek, of die is weer niet. Ja, dit is niet binnengekomen, dat is niet geleverd. Je bent toch altijd met de winkel bezig? Ik merkte natuurlijk gisteren, toen zaten we in een café en toen wilde ook iemand met jou op de foto. En jouw standaard zin was, wat je eigenlijk de afgelopen jaren zei, kom maar even langs in de winkel gezellig. Dus het moet er bij jou ook nog een beetje inkomen dat het er niet meer is. Ja, het is bijna negen jaar heb ik een winkel gehad. En ja, eigenlijk het grootste deel van mijn leven, ja, eigenlijk meteen toen ik van school afkwam had ik de winkel. En ja, dan ga je daar gewoon, het is een soort routine, er zit zo in je systeem om dat te doen. En nu... Er zit zo in je systeem om dat te doen en om het daarover te hebben. En dat was eigenlijk altijd mijn standaard zin. Als mensen zeiden, wil je even een filmpje inspreken? Dan zei ik, sluit ik eigenlijk altijd af met, misschien zie ik je nog wel een keer in de winkel. Superleuk, dan gaan we op de foto. Dus ja, dat zit gewoon in mijn systeem nog. Ja. Als je daar nu op terugkijkt, is er dan, en je laat alles weer even de revue passeren. Is er dan iets wat je tegen jezelf kan zeggen, dit had ik beter of in ieder geval anders kunnen doen? Ja, die vraag krijg ik wel vaak. Maar ik zeg eigenlijk altijd tegen mezelf dat je nooit ergens spijt van moet hebben. En dat je alles moet zien als een grote leerschool. En je moet vooral zorgen dat je de fout niet nog een keer maakt. Ja. Had ik het anders kunnen doen? Ja. Had ik het anders moeten doen? Nee. Nee, maar als mensen er tegen jou hadden gezegd dat dit ging gebeuren, had je het toch gedaan. Ja, je moet het zelf ondervinden. En ik bedoel, iedere goede ondernemer die succesvol is, is eerst... super vaak op zijn bek gevallen voordat het een succes werd. En ja, ik heb dat nu ook meegemaakt. En dat is hartstikke erg, want het was toch ons kindje. Niet alleen van mij, maar van heel de familie. Ben je ook in één klap volwassener geworden? Ook bijvoorbeeld door de dood van je opa? Het was gewoon een sowieso een heel heftig jaar. Mijn opa en mijn oma weg. En wij hebben altijd gezegd, als die wegvallen, dan weet ik niet wat er gebeurt. En ik vind dat wij onszelf nogal heel sterk houden. En dat het eigenlijk... beter gaat als wat ik had verwacht, zeg ik heel eerlijk. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar het is wel zo.
Omdat we hebben die mensen het mooiste afscheid gegeven die ze maar konden wensen. En ze zijn 91 en 92 geworden. Ik denk dat heel veel mensen daar jaloers op zijn. Ja, dat zou ik wel bijvoorbeeld tekenen. Ja, zeker. En dus dat, we hebben er op zich wel vrede mee. Alleen het is wel een heel groot gemis. En daarna natuurlijk dan het faillissement van de winkel. Ja, dus ons leven stond eind vorig jaar wel heel erg op zijn kop. Ja, dat is wel echt... Nou is daar natuurlijk geen handleiding voor wat je op zo'n moment doet. Maar jij hebt wel de ervaring nu, en jij ook. Wat heb je gedaan om toch de dag nog een beetje door te komen in de periode dat het heftigst is? Ja, nou ik zeg heel eerlijk, eigenlijk de tijd voor het faillissement, voordat ik het faillissement had aangevraagd, was eigenlijk veel heftiger. Want je ziet je zaak een soort van instorten, de omzetten dalen alleen maar. Het centrum van Tilburg is gewoon super leeg. De ene naar de andere winkel valt om, gaat dicht. Je moet je personeel ontslaan. Het is gewoon niet leuk. Je begint geen bedrijf om het vervolgens zo te zien zinken, om het zo maar te zeggen. Dus eigenlijk vond ik die periode echt heel heftig. Daarna, als het faillissement eenmaal is afgesproken, dan is het afhandelen en hopen dat alles gewoon verder gaat. En dat je gewoon je geld kunt verdienen met andere dingen en dat er weer nieuwe dingen op je pad komen. En ik heb eigenlijk ook geen minuut stilgezeten. Ik ben meteen eigenlijk doorgegaan met de optreden, nieuwe singles, een album. Er komt een Roy Donders bed, er komt een Roy Donders kerstballencollectie in de winter. Er komt een Roy Donders dekbed overtreklijn. Ja, noem het allemaal maar op. Ik ga echt super toffe dingen doen allemaal. Had je vroeger nooit een tijd voor? Nee, het zijn eigenlijk allemaal dingen. Er waren zoveel aanvragen waar ik nooit allemaal geen tijd voor had. Of eigenlijk zoiets had van de focus ligt op de winkel en dat is genoeg. Maar er is nog veel meer natuurlijk als de winkel. En daar zijn we. Toen ben ik tenminste niet mee bezig. En mijn zus, die is nog super druk met de kleding. Maar ik ben gewoon online verder gegaan. Ja. Het is gewoon, ochtends wakker worden, weer met de dag starten. En hard tegenaan, dan wordt het vanzelf weer avond, zeg ik altijd. Maar je moet wel gewoon doorgaan. En toch een bepaald ritme op zien te pakken, dat je toch weer elke dag dan moet gaan doen. En dat heb ik ook gedaan. En zo zijn we er toch uitgekomen. En wat natuurlijk ook nog wel een stille droom voor jullie is. Jullie zeiden het een beetje gekscherend, maar een eigen club. Dat zouden jullie ook niet vervelend vinden? Al zo lang. Maar we weten niet of dat Nederland wel, tenminste Tilburg, of dat daar wel de geschikte plek voor is. Dat is club. Echt wel een droom. Ja, dat is wel echt kicken als het daar ooit nog lukt. Maar goed, misschien ooit in de toekomst nog een keer. Als het lukt, waar even tussendoor. Hebben, dat wil je niet weten, wat voor club eigenlijk. Wat voor soort club moet dat zijn dan? Moet het een club zijn die helemaal bij de tijd van nu past. Ja. En de tijd van nu is... Moneybags en waterpijpen en ballonnen we zullen allemaal zeggen. Ja, alles komt voorbij. In het midden van die niches, private bars, mouet, drank, champagne. Mooie danseressen, mouetjes, alles erop en eraan gewoon eigenlijk. Maar dat is Rome eigenlijk is altijd mooi, dat kost niks. Dat vind ik een hele mooie. Dan tenslotte de liefde, je bent vrijgezel op dit moment. Ja. Maar ik heb begrepen dat je nog wel regelmatig goed... contact met hem hebben. Dus jullie echt vrienden zijn gebleven? Vrienden. We zien elkaar niet iedere dag. We spreken elkaar niet iedere dag. Maar we zijn gewoon op goede voet. En dat moet ook, vind ik. Want we hebben gewoon geen ruzie. Er is nooit eigenlijk iets voorgevallen. Het ging gewoon niet meer. Dus maar we hebben wel af en toe nog contact. Een telefoontje. Of dit ligt nog bij jou. Of dit. We zijn wel gewoon op goede voet. En dat vind ik heel fijn. En jij hebt ook Avia, spreekt me af en toe ook nog wel eens. Ja. En dat is gewoon fijn. Weet je waarom? Ja, er is al zoveel ellende op de wereld. Dus waarom moet je ruzie maken als het niet nodig is? En jullie hadden ook geen ruzie, dus ja. Nee. Als het niet meer gaat, dan gaat het niet. Dan houdt het op. Is een kans op een samenkomst weer, is dat helemaal uitgesloten of zie je dat nog wel gebeuren? Ja, nee, dat is wel echt uitgesloten. Nee. Nee, ik en Marvin krijgen geen relatie meer. Maar ik ben wel gewoon blij dat we geen ruzie hebben. Want ik zeg al, er is al zoveel haat op de wereld. Doe gewoon, doe eens lief. Hashtag doe eens lief. Hoe is dat voor jou om nou toch weer in een leeg huis thuis te komen en dat weer als single te doen? Kijk, voor ik met Marvin ging was ik natuurlijk, heb ik altijd alleen op mezelf gewoond. Dus het is niet zo dat ik echt ineens in een wereld kwam die ik niet kende. Maar het is natuurlijk wel anders. Je hoeft geen rekening meer te houden met eten, met wanneer je naar bed gaat, hoe laat je opstaat. Noem eigenlijk alles maar op. Wat je dus wel doet als je samen bent.
Maar ja, alleen. Ik ben eigenlijk nooit alleen. Want ik woon in een volksbuurt natuurlijk. En mijn zus woont om de hoek met de kinderen. Mijn moeder woont om de andere hoek. In mijn straat woont mijn beste vriendin en een andere vriendin. En ja, eigenlijk ben ik eigenlijk nooit alleen. Nee, jij bent echt nooit alleen. Nee. Het zal toch nog wel weer een keer gebeuren, neem ik aan. Hoe moet jouw droomman eruit zien en wat moet hij doen? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Ik heb niet echt een bepaald type of zo waar ik op val. Het is meer dat ik val vaak gewoon op een persoon. Gewoon hoe iemand is. Ja, hoe moet hij eruit zien? Mijn voorkeur gaat wel vaak uit naar donker. Donker haar en zo, en donkere ogen. En vooral heel lief. En zorgzaam. En positief. Gewoon een positief persoon. Ik ben ook altijd positief. En ik hou van het leven. En ik wil echt genieten van het leven. Dus ja, wie weet wat 2019? Ja, gaat brengen. 2019 allemaal gaat brengen. De kerstballen ophangen. Ja. Slotvraagje, want wat me ook te oren is gekomen, is dat jij inmiddels weer in gesprek bent met RTL. Over wat dan ook. Dat ik in gesprek ben met RTL? Ja, daar weet ik niks van. Nee? Nee. Mag je daar nog niks over zeggen? Nee, ik weet er niks van. Het zou wel leuk zijn. Ik zou zeggen, Peter, bel me. Je hebt mijn nummer. We zijn fan van je. Ja.